Toen zei ze, je gaat naar huis en je gaat je mensen zeggen. En ik heb het toen gedaan en het was niet eens vijf. Binnen vijf uur werd ik opgehaald door de politie. Het is verdampt snel gegaan. Toen dat gebeurde, ik huurde mijn eigen huis. Ik had alles, bijna alles, ik had mijn eigen inboedel. Ik heb toen alles toen kwijtgeraakt. Ik, uh, ik heb zelfs, ik kan me nog herinneren dat ik ook met zelfmoordgedachten rondliep. In de bus, ja, je wordt vervoerd over straat, je schaamtje, want je zit in een, in een, in een, in een gedetineerde bus. En je, je, je ziet echt dat je hele vrijheid van je is afgenomen. Want uiteindelijk zie je auto's voorbij gaan je zit mensen vrij lopen. Maar je bent, je bent met agenten in de bus. Dus uh, ik heb heel veel meegemaakt, momenten gehad waarbij ik moest bidden en vragen van wat gebeurt er hier binnen? Je weet toch? En dat is niet normaal. Als ik het zo kan zeggen. En ik werd vaker gediscrimineerd op, op, op grond van mijn, van, mijn, van mijn strafblad. Het begon bij het, het, het feit dat ik um, een bedrag heb verduisterd in 2014. Dus voor het bedrijf waar ik werkte. En uh, dat is artikel 372. En ik heb toen een strafblad uh, op mijn naam staan. Twaalf, ik heb van de rechter gehad, 12 maanden, met aftrek van vier maanden. Ik heb ook nog, als ik het zo kan aangeven, niet een, een straf uitgezeten bij BOMA, zoals ze dat kennen. Maar ik heb het gewoon bij een, cel, een cellenhuis uitgezeten van wie je me goed gedraagt, omdat men van me hield, wie ik was als gedetineerde. Um, bij mijn ouders een brief geschreven toen ik werd um, gevangen. Met behulp van de advocaat kreeg ik dan, um, ja, vanwege mijn goed gedrag, mocht ik dan mijn resterende vier maanden uitzitten in het cellenhuis Geersfleet. Het was niet een, 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 een leuke ervaring. Dat moet ik wel althans aangeven. Het was eng. Het was, zeg, in, in, het, in het Surinaams ja, volksmond zeggen we groskien. Um, ik kan me nog huurgen, maar de eerste nacht dat ik daar kwam, was ik, sliep ik op planken. Het waren schiepsbedden, twee schiepsbedden tegenover elkaar. En ik moest op die planken slapen, er was geen matras. Ik had een pangie, want mijn mensen moesten nog spullen brengen. Ik heb die pangie gezet en ik ging toen liggen. En ik kan begrijpen dat je rugpijn kreeg, want je bent niet gewend zo te slapen. Um, in zo'n strafinrichting of cellenhuis zijn er, zijn er wel um, uh, matrassen. Maar je komt pas in aanmerking voor een matras als je daar langer heb, ben, in, ja, in het cellenhuis bent. En er andere gedetineerden weggaan. Of ja, hun straf hadden uitgezeten of ze kwamen vrij. Dus ik moest dan op mezelf dan wachten totdat ik in aanmerking kwam voor een matras. En dat duurde misschien twee maandjes. Daarbinnen heb ik de engste dingen meegemaakt. Ik, ik ben niet gewend, of ik was niet gewend met, zoals we dat kennen, Takuruzanis. En je hoort vaker die verhalen, maar van mezelf? Nee, ik kom me niet bezig met zulke dingen. Dus uh, ik heb heel veel meegemaakt. Momenten gehad waarbij ik moest bidden en vragen van wat gebeurt er hier binnen? Je weet toch? En het is niet normaal. Als ik het zo kan zeggen. Ik zal gewoon een voorbeeld aangeven. De corvée. De corfee is iemand die de, is ook een gedetineerde die over de gedetineerde gaat. Dus zij is, heeft de leiding. Dus de huisvader is een inspecteur van politie die de leiding heeft over de cellenhuizen. Als ik het even kan uitleggen: de het cellenhuis bestaat uit een, een, een deel waar de vrouwen bleven en een deel waar de mannen bleven. Eigenlijk is er maar één cellenheus voor vrouwen. En dat was op uh, Geersvleet. Dus dan is er de huisvader die eigenlijk de leiding geeft. En hij, 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 um, hij zegt dan de korfie wat er dan gedaan moet worden, etcetera, cetera, et cetera. Dus de korfie stuurt ons dan naar binnen tegen een uur of zes uur. Baden, je gaat naar binnen. En we hebben de kranen goed gesloten, afgesloten. Dus uiteindelijk gaan we slapen. En ik lig. En ik kan mijn huurgemeen, het cel waar ik, waar ik in sliep, was twee zeggen, kamers verwijderd van de bad en toilet. Dus, en we liggen. En het was like, we vermoeden al een uur of twaalf uur, uur in de ochtend. En de kranen gaan open. Oké, okay, wij denken van, hmm, misschien heeft iemand het niet goed afgesloten. Weet je toch? En de volgende dag zeggen we van, Corvie, kunt u erop letten dat de, dat, dat de kranen goed worden afgesloten. En ze zegt, oké. Okay. Maar ze hadden het ook gehoord. Dus wij denken ervan: iemand heeft de kraan niet gesloten. De volgende dag weer: we gaan, ze, we gaan liggen. Zij is dan ook op de beurt weer even gaan dubbelchecken voordat zij naar binnen gaat. Want zij ging dan misschien acht uur, soms negen uur, hangt er vanaf hoe laat de agent haar dan naar de cel sturen. Gaat ze het weer sluiten? En het gebeurt weer. En ik was van: oké, okay, oké, okay, dat kan ik nog verwerken. Na het aantal dagen, wat er dan ook nog gebeurt, is dat uh, ik baby's hoor huilen, s'avonds. Je hoort baby's huilen. En dan vraag je je af: van waar komt dat geluid? Andere dagen dus lig ik, of je kan niet slapen, je ligt. Het lijkt alsof ja, de geesten bezig zijn feesten te vieren. Doegum, 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 dat hoor je. Het geluid hoor je. Het is eng, je ligt als een plank, want je denkt: van, wat is dit nou? Ik zou graag een voorbeeld willen zijn van hoe het niet moet. Weet je, geen enkele vorm van criminaliteit is goed. Ik praat niets goed, maar ik ben op de een of andere manier beter met me is gebeurd. De reden waarom dat ik een exempel kan zijn voor iemand om dat niet te doen. Laat me een voorbeeld zijn hoe het niet moet. Want geloof me, je moet jezelf helemaal afzonderen van de buitenwereld. Je bent in een cel, het drukt muf, het stinkt. Om um, heel wat energie komen bij elkaar. Van verschillende mensen. Mensen botsen. Um, er wordt veel gevochten. Um, en mentaal ben je ook niet jezelf, omdat je gedrukt wordt door al die negatieve energie die daar binnen is. En als je niet sterk mentaal, niet sterk genoeg bent, kan je eronder gaan. Ik, ik heb zelfs verhalen gehoord. Van mensen die meerdere keren daar zijn beland. Het zijn een of twee, meerdere keren. En ze konden me verhalen vertellen dat in zo'n zo cel mensen zichzelf hebben opgehangen. Weet je, en bij mij ging het daarom van: maar dit is niet wat ik wil. Dit is niet waar ik de rest van mijn leven steeds weer opnieuw weer. zou kunnen zeggen: je leert niet uit je fouten. Weet je, er zijn mensen die zelf zeggen van: ik. ik ik, ga, ik doe criminaliteit om in de cellenhuis mijn rust te pakken. Ik zie dat niet als een oplossing. Ik vind dat er uh, veel betere manieren zijn om, om over een probleem te komen of om eronderuit te komen. Dus um, dat is wat ik wil zijn. Ik wil een voorbeeld zijn van hoe het niet moet. In het begin was ik niet eerlijk. Het werd, het werd gezegd dat uh, degene die het gedaan had gedaan naar voren moest komen, maar ik, wilde het, ik was nog niet zo ver men, mentally. Maar naarmate ik verder in het proces, uh, ja, mentaal in het proces kwam, kon ik, het, ik kon het niet mentaal niet meer aan. Ik lag op bed en alles draaide. Alles draaide. En ik heb het voor mezelf, ik heb het aan de dichtstbijzijnde persoon. Ik heb één persoon toen gebeld. En ik heb er toen gezegd van, ik heb zo, zo, zo gedaan. En ze heeft me toen bijgestaan. En ze heeft me toen gezegd van, kom me ontmoeten de volgende dag. Ik had mijn ouders niet eens verteld. Ze heeft me goed opgevangen. Ze heeft me mentaal toen ready gemaakt voor wat de consequenties zouden zijn. Ze zeiden: We hebben twee, twee opties. Je kan vrijkomen, maar je kan ook vast komen te zitten. En toen zei ze: Je gaat naar huis en je gaat je mensen zeggen. En ik heb het toen gedaan. En het was niet eens vijf. Binnen vijf uur werd ik opgehaald door de politie. Het is Verdomd snel gegaan. En... ...op dat moment heb ik... ...ik kwam dan uh, bij de politiepost terecht... ...en ik mag wel zeggen... ...dat ik de waarheid vertelde... ...maar de agenten waren heel erg ruw met me. Ik werd in de boeien gezet. Ja. Ondanks ik eerlijk was. Ik had de waarheid verteld, maar ze dachten dat ik aan het liegen was. Maar ik had al gezegd wat ik moest zeggen... ...en ik was toen al klaar... ...omdat men me al had voorbereid... Je moet de waarheid vertellen en dan gaan we kijken wat er uit de bus kwam. Dus uh, ik werd in de boeien gezet. Dat was op, op politiepost Nieuwe Haven. En zo werd ik gebracht naar politiepost Gersvleet. En het was, het was uh, eng. Uh, parket. Naar het parket ga je dan binnen een week. En toen ik uh, ja, in de bus, ja, je wordt vervoed over straat. Je schaamtje, want je zit in een. In een, in een, in een gaat die de bus en je, je, je ziet echt dat je hele vrijheid van je is afgenomen want uiteindelijk zie je auto's voorbij gaan, je ziet mensen vrij lopen, maar je bent, je bent met agenten in de bus en ja het pakket is ook niet wat stoender te. dat is aan de Het was toen ook niet zo netjes dus je bent in een in een cel ja dat niet goed onderhouden is en het moment dat ik voor de rechter kwam ja, ze hadden niet veel te zeggen omdat ik al alles had gezegd wat ik moest zeggen. En ze vonden van, um, ze gaan, ik moet het onderzoek afwachten en ik kreeg toen een uitstel van 30 dagen. Ja, dat was het zo'n beetje. En ik heb toen twee keer uitstel gehad en bij de derde keer werd ik toen berecht. Ja, en toen kreeg ik mijn vonnis. Ik ben al uh, vanaf mijn negentiende, ben ik zelfstandig. Ik ben uit huis gegaan met mijn negentiende. Ik was al afgestudeerd van de middelbare school. Ik was al op het IOL. Toen. Um, ben ik ook toen afgehaakt. Maar... Um, ja, ik ben een heel pinter meisje geweest. En... Door de jaren heen... Um, hoe ik ook zo goed kan communiceren met mensen... Was ik best wel geliefd bij veel mensen. Dus ook als een vlotte babbel. En... Toen dat gebeurde, ik, ik huurde mijn eigen huis. Ik had alles, bijna alles, ik had mijn eigen inboedel. Ik heb toen alles toen kwijtgeraakt. Ik, uh, ik heb zelfs, ik kan me nog heugen dat ik ook met zelfmoordgedachten rondliep, die periode. Dat mijn familie moest rennen. En het was, het was, het was ja, het was eng, want het moment dat je komt, heb je niets meer. Je hebt niets, letterlijk niets in. Ik heb van de rechter gehad een jaar met aftrek van vier maanden. Uh, wat ik ook al aangeef, ze hebben rekening gehouden dat ik voor het eerst in aanmerking ben gekomen met de politie. Dat ik eigenlijk daar niet zo'n zware straf zou krijgen. Ze hadden me toen uitgelegd dat als ik in de toekomst weer in aanmerking zou, in aanraking zou komen met de politie, dat het dan... Um, die vier maanden die ik um, aftrek, die ik heb gehad, dan zou moeten uitzitten. En uh, ik heb me aan mijn woord gehouden. Ik heb mezelf beloofd dat dit nooit meer zal gebeuren. Ik, ben, ik kwam toen vrij. Je uh, kwam dan ja, bij een cellenhuis. Ik, ik weet niet hoe dat zit bij dan, uh, een strafinrichting. Maar bij een cellenhuis kwam je dan middernacht vrij. Ik kwam naar huur. Het was 21 november 2014 was dat midden in de nacht, ik werd toen twaalf uur wachten, mijn ouders op me af. Um, een eenheid dat de gedetineerden hebben, als er iemand midden in de nacht vrijkomt, word je uitgezwaaid. En dat was echt kabaal maken. was echt kabaal maken. Dat ze van, hey, freedom is a must. Weet je, en het was een lekker gevoel omdat ik wist van, ik ben er vanaf. Ik, um, ik, ik liep naar buiten met de geweten, omdat ik voor mezelf wist dat ik de waarheid heb gesproken. Ik, heb, ik loop nu niet rond met een kwetsgevoel dat ik heb gelogen. Als iemand een, 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 op straat een vertekend beeld van me heeft... Of me ja, um, 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 schil wil aankijken of vies wil aankijken... Dat is voor hun. Want als je één vinger wijst naar iemand, zijn er drie die terugwijzen. Snap je? Dus... Het was een proces om daaroverheen heen te komen. Maar toen ik werkelijk vrij kwam, gaf mijn moeder me een 20 SRD. En ik dacht, geef je mee een 20 SRD? <laughs> Wat doe ik met een 20 SRD? <laughs> en dat heeft me een beetje gemotiveerd. Van, Dit wil ik niet. Ze heeft me geweldig opgevangen. Ze heeft me... In huis genomen. En ik mag niet jokken, ik heb binnen november, december, 12 januari, ik heb gesolliciteerd. Ik heb het jaar goed afgesloten. Ik ben, ik ben over een jaar in de stad geweest. Ik heb genoten en ik zei: Het nieuwe jaar gaan we goed beginnen. En 12 januari vond ik een job bij een callcenter. Ik ga het ook bij naam noemen Webhelp. <coughs> Ze hebben me Heel goed opgevangen. Ik kan me nog herinneren dat ik. ik heb, toen ik vrijkwam, had ik dat gevoel dat ik nog steeds gesloten hoorde. Als hoe is het? Je cel sleutel. Like, dat, dat, dat geluid hoorde ik nog steeds in mijn slaap. En dan kan je begrijpen: een callcenterwerk is heavy. Je moet mentaal stabiel zijn als je in een, in een callcenter werkt. Want je hebt klanten die je gaan schreeuwen, klanten die je gaan uitschelden. En ik was mentaal niet op de plek. Dus ik heb toen iemand in vertrouwen genomen. En ik mag zeggen dat die dame me heel goed heeft begeleid. Ze heeft met me gesproken. Ze heeft me gezegd: je het is veilig bij mij. En ze heeft, me toen, met de ze heeft me toen wel gezegd ze ze het met de leiding bespreken. En die heeft ze ook gedaan. En het is toen onder hun gebleven. En ik ben gaan groeien. Ik ben gaan groeien. Ik ben aan mezelf gaan werken intussen tijd en ze zagen me het proces. Het was niet makkelijk omdat ik gewend was op mezelf te blijven. En dan ben je nu bij mama thuis, maar je wilt, je bent, je bij je eigen sluiten draaien, maar je, 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 moet je aan hun regels houden. En dat ik, dat ik niet van hun, hun regels is dus hun huis, hun regels. Maar als je al zo lang op jezelf woont, heb je dan een ander gevoel van like, mm, ik mis mijn, mijn eigenlijke mijn piece, vind Kon ik niet vinden. Dus ik heb januari ben ik gestart met werken. En mei, datzelfde jaar, in mei ben ik toen ingetrokken in mijn eigen appartementje. Ik heb gestruggeld. Ik mag niet jokken. Ik, ik verdiende toen Fortnite. Ik heb toen. Ik 600 SD per Fortnite en mijn, en mijn appartement kostte 600 SD. <laughs> en ik zei de huurbaas. Ik verdien. Per Fortnite 600 SAD. Ik wil het in delen betalen. Dus ik ga je dan per fortnight betalen. En hij stemde toe. En zo heb ik mezelf opgebouwd. En ik, ik, ik at nauwelijks, want je moet jezelf onderhouden. Wat ik at was brood, chocopasta. Ik had brooddagen. Totdat het, het beter ging. Je uurloon ging omhoog. Dan kan je een vette portie koken. Weet je. Zo heb ik mezelf opgebouwd. Maar mensen zagen me aan het werk komen, lachen. Ja, mijn smile is altijd tot hier. Maar mensen wisten niet waardoor ik heen ging. Dus <coughs> het, was, het was een moment van mentaal mezelf proberen op te krikken. Ik heb toen, ja, naarmate ik, 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 ik in de cel kousen wilde ik weer, wilde ik weer om. Um, mijn baan hebben. Ik wilde weer een goede baan vinden, want ik wilde niet meer leven lang in een callcenter werken. Maar ik werd steeds afgewezen op grond van mijn strafblad. Als je mijn naam zou googelen, dan staat nieuws heeft het nog steeds, het mijn naam nog steeds staat na zoveel jaren. Als je mijn naam googelt, dan uh, zie je alles weer. En ik werd vaker gediscrimineerd op, op grond van mijn, van, mijn, van mijn strafblad. Maar het heeft me in het begin huilde had ik huilbuien. Omdat ik je wilde vooruitkomen, de maatschappij wees je steeds af. En wat ik erg vond, is dat een dame me, ja, de HR, we gingen voor, ik ging voor de sollicitatie en het ging perfect. Maar ze belde me op en ik zat toen in de bus, maar ik kon geen antwoord geven. Omdat je dan, je bent omringd door mensen en dan hoort iedereen je verhaal. En ik was nog niet op dat punt om zo open te praten, publiekelijk. Ze zegt tegen me aan de telefoon. Ja, je bent niet eerlijk geweest. Je kan me gewoon zeggen dat je vast hebt gezeten en zo. Maar wat men vaak vergeet wanneer het niet voor je deur is, ga je nooit begrijpen hoe de persoon zich van binnen voelt. Ik kan niet bij een sollicitatie komen en je zeggen. Ik heb vast gezeten. artikel 72 Voor verduistering. Ik ga die in dienst nemen. Het gaat niet zo. Als zit iemand voor je die die wil veranderen, die het beste van zichzelf wil maken. Ze wil zichzelf bewijzen dat ze kan. En ik ga dan niet komen en direct gaan vertellen van... Ik heb vastgezitten. Het werkt niet. En ik kon mijn stem die dag niet laten horen hoe ik me voelde daarover. Maar ik heb het toen laten gaan. Ik dacht van, laat maar gaan. En door de jaren heen, door, de jaren heen, door al, het al het struggelen kwam ik in 2018 uiteindelijk kwam ik te werken in een accountenbureau die dame heeft me heel goed opgevangen en ik heb er toen niets gezegd en ze vertrouwde me toen met de kas en toen begon ik met taal al begon mijn hoofd begon te draaien alles alles zeg van meekwam hoe ga ik dit handelen en ik heb toen ik heb toen um... Ik ben er toe toegelopen, met tranen in mijn ogen heb ik dat toen verteld wat er met mij is gebeurd. En ze zei toen tegen me van, ik ben blij dat je me dat hebt verteld. Want ik ben in contact met zoveel juristen, zoveel rechters, zoveel andere advocaten. Als je één zaken voor me zou regelen, zou ze me zeggen. En ze was zo blij dat ik dit waar had verteld, dat ze me toen in vertrouwen nam met het hele bedrijf, kan je zeggen. Omdat ze me kon vertrouwen. En het jammerlijke dat ik, dat ik uh, het niet heb gehaald in dat bedrijf, omdat ik toen ik moest naar de verzekering, omdat ik uh, verzekerd moest worden. En ik ga naar SZF en ze laten me testen. En bleek dat ik in verwachting ben. Voordat ik aankom in het bedrijf van SZF, heeft SZF al gebeld dat ik in verwachting ben. En. Ik was echt zo van, wat moet ik nou doen? Ik heb echt mijn baan dat ik al ver jaren wilde. En ze heeft me, ja, elk bedrijf heeft zijn eigen regels en je moet naar leven. En ik was emotioneel niet in de place. En ze gaf me toen zeven dagen de tijd om na te denken wat ik zou doen. Ze zei tegen me, um, ik respecteer het, alles wat je doet. Maar ik, ik kan niet iemand in dienst nemen die in verwachting is. Met alle respect naar je toe. En ik heb, het, ik heb het begrepen, maar het moest nog gaan zitten. Weet je? En ik heb het gerespecteerd. En ik ben gaan zitten op de grond, af van tevoren toen ik mijn besluit moest nemen. En ik zat en ik keek naar het universum en ik zei tegen mezelf. God, als ik dit kind moet houden. Ik weet niet hoe je het gaat doen. <laughs> maar je gaat voor me zorgen, want dan had ik weer mijn huis kwijt. Waar ga ik allemaal spullen zetten? Ik ben zo ver gekomen. Hoe ga ik dit doen? En uiteindelijk, ik ging naar kantoor. Als ik ook kan aangeven dat ik met mensen heb gesproken, want ik wilde eigenlijk abortus plegen. En mensen gaven me aan, je moet het niet doen. Ze zeiden, je kan altijd, altijd een werk vinden, maar je weet nooit als je nog een kind kan krijgen. En dat is gaan zitten. En die mensen hebben echt met me gesproken. Ze zeiden van, we gaan oplossingen zoeken. We gaan kijken wat je, wat je kan doen. Maar je moet dat kind niet verwijderen. En ik mag niet jokken. Ik ga naar naartoe. Ik, ik zeg dat ik ga, ik ga geen abortus plegen. Ze heeft me wel dezelfde dag ontslag gegeven. Dus ik werd uitbetaald. En ik heb toen nog een maandje huur kunnen betalen. En toen, dat ik op straat was, ik heb goede vrienden gehad die me hebben opgevangen. Eén qua werk. Ik kon weer werk vinden. Natuurlijk kleine administratie doen had je een kleinigheid. Ik kreeg onderdak. En was het weer even aan jezelf werken, want je moet dan... Je bent al mentaal probeer jezelf op te krikken. Je probeert mentaal om um, weer stabiel te worden. Maar je moet dan ook nog... Denken dat je een kind moet komen verzorgen. En ik dacht in mezelf: ben ik mentaal wel op de place om een kind te verzorgen? En ik heb toen. Ik heb toen hard moeten knokken. En hard moeten knokken. Ik was als moeder depressief. Heel erg depressief. En ik begon me. Begon hulp te zoeken. Voor mijn mental awareness. En ik scrolde op Facebook en ik kwam toen Sisterhood tegen. Sisterhood is een vrouwelijke organisatie onder leiding van Nathalie Mossel. En ik stuurde er een berichtje en ik zei tegen haar: Ik wil graag joinen. En ze zei: Ik ben wel in verwachting en ik mag niet jokken. Ze is me elke dag komen halen, elke sessie kwam ze me halen. En het leuke van dit project was dat er alleen maar vrouwen waren, natuurlijk met hun problemen. Maar we hadden een eenheid. En wat me heeft geraakt, is dat, we, dat ze een bak had gezet. En ze zei, wat we hier bespreken, blijft ook hier. Ze heeft toen al onze telefoons, moesten we bij elke sessie in die bak zetten. Als je telefoon overgaat, mag je een telefoontje, je telefoontje beantwoorden. Maar dat heeft mij echt, echt geraakt. En toen wist ik van, deze mensen weten wat het is als iemand zich kwetsbaar opstelt. Hoe ze zich voelt. Andere vrouwen huilden, we huilden onze problemen uit, terwijl we wisten dat we gecoacht werden. We wisten dat we voor een betere person, we gingen voor een betere versie van onszelf. En ik heb het ongeveer vijf, zes maanden heb ik het project, heb ik aan het project meegedaan. En um, ik maak ik had geen baby showers zoals alle vrouwen dat hadden, maar ik had een geweldig moment. Dat bij een van de sessies hebben ze spullen voor me gekocht. Ik was helemaal emotioneel. Ze hebben voor alles wat ik nodig had, heb ik, heb ik gehad. En ze hebben me dat gevoel gegeven dat sisterhood, de motherhood, everything, dat was zijn er voor je. En ik mag niet jokken. Na de bevalling, ze waren iedereen die toen mijn moeder in contact, hoe gaat de bevalling, hoe gaat alles. En ze waren daar all the way, tot de dag van vandaag. En corona kwam er tussen, onze sessies zijn virtueel, via de app. Maar dat heeft me mentaal ook geholpen om weer mezelf te worden. Omdat het alles begint bij jezelf. Ze gaven me tools dat niemand anders kan het voor jezelf. niemand anders kan het doen dan jijzelf. Je moet within gaan. En wanneer je op dat niveau komt om aan jezelf te werken zelfreflectie te doen is een van de geweldigste punten waaraan je kan werken in het leven. Waardoor ik vandaag aan de dag zo sterk ben mentaal, dat wanneer bijvoorbeeld als iemand me op, het, op, een, op iets wees, ga ik nadenken. Ben ik fout of niet? Al ben ik niet fout, probeer ik het goede eruit te halen. Alleen maar om een beter persoon van te worden. En als moeder zijn heeft het me ook geholpen. Omdat ik Voordat mijn kindje geboren werd, moest ik aan mezelf werken. Want je loopt met trauma's rond. Anders ga je die frustratie op dat kind afwerken. En dat was een no-go voor mij. Natuurlijk heb je als moeder nog die reflex, maar het feit dat je het inzit maakt dat het me ook beter maakt als moeder. En al die sessies hebben geholpen, waardoor ik nu. Ik dat ik mentaal geweldig ben, maar ik ben nu op een niveau waarvan ik kan zeggen dat ik dat ik sterk genoeg ben, mensen zeggen wanneer je zwak bent, dan ben je sterk, en dat gevoel heb ik nu toen ik vrij kwam. Ik kan begrijpen, ja, je, moet, je komt in een maatschappij terecht waarbij men, ja, de, de meeste mensen wisten van me dat ik in de zat. Dus um, ik kan me nog herinneren Ik ging naar de kerk de eerste keer en ogen die naar me keken. En het leek alsof me, het ik gewoon de grond in wilde zakken. Ja, ik was dik geworden, want daar ben je ja, iedere dag uit verveling. Dus ik zag er helemaal anders uit. Maar er was een koppel die ja, zelfs voor um, voordat ik um, naar de gevangenis ging, was ik al in contact met ze. En ze hebben me geweldig opgevangen. Ze hebben me in hun huis genomen. Ik kon weekenden. We gingen naar plekken samen. We hadden toen een dochtertje van één. En we gingen heel veel plekken samen. Waardoor ze me ook betrokken als of ik hun dochter was. Ondanks dat we maar drie jaartjes verschilden. En ze hebben me heel veel geholpen. Dat zijn Safiera en Ronald van Hetten. Ze hebben me all the way tot de dag van vandaag bijgestaan. Through mijn ups en downs. Er zijn dagen geweest waarbij ik zelfs fouten maakte. Ik ging steeds weer in de fout. Ze waarschuwden me voor bepaalde dingen, maar ik luisterde niet. En bepaalde dingen moest ik naar trangen leren. En steeds weer dan ging ik weer terug en zeggen: ik, ik heb dit gedaan en dat gedaan, het is gebeurd. En ze hebben nooit opgegeven. En dat ze vandaag aan de dag kunnen zien dat ik mijn eigen onderneming heb. Ik heb dit jaar mijn eigen onderneming gestart. Ik maak chocolate bombs van chocola. Um, het, zijn, uh, het is van chocola gemaakt. Ik zet dan marshmallows en cacao erin. En zet je dan warme melk erover en het ontploft. Dus dan een chocolate bomb. En ze hebben me echt al de zijn zo trots op me dat ik nu op mezelf nu ben. En dat ik nu een voorbeeld kan zijn voor andere mensen. Want dat is me ook gezegd dat mijn journey een voorbeeld zou zijn voor andere mensen. Maar je dacht van, ach, wat zeggen deze mensen? Kijk hoe de wereld naar me kijkt. Wat zullen ze eigenlijk met mijn story doen? En vandaag zit ik hier. Dus ik ben ze echt dankbaar dat ze nooit hebben opgegeven. Er zijn natuurlijk meerdere mensen in het proces, maar zij zijn een van de mensen die vanaf het begin daar voor me waren. Mijn familie. Um, ik heb vrienden, ik heb een beste vriendin. Dat onze vriendschap echt raar begon. Maar op het moment dat ik haar vertelde, mijn story vertelde, baart ze in tranen uit. Ze had geen idee dat ik zoveel had meegemaakt. En we zijn al zeven jaar in een vriendschap waarvan ik nu kan zeggen: van... Het was worth it om iemand te hebben die je mentaal bijstaat. En ook dat we geestelijk, spiritueel op één level zijn, dat ze me kan begrijpen. Want het is heel erg belangrijk wanneer je vrienden kiest. Kies ze goed. Ze moeten je ook naar de andere hoogte kunnen brengen. En kunnen samen groeien. En ik ben trots op mezelf hoor. Naarmate je hield, ga je mensen attracten. En dat heeft ook gemaakt dat ik ook heel veel mensen aan de long run heb ontmoet. Heren die vast hebben gezeten. Ook hun kant van het verhaal heb gehoord. Waardoor ik ze kan motiveren. Ik kan me nog heugen, een paar maanden terug um, heb ik een heer ontmoet. En we konden praten, hij had ook vastgezeten. En hij zat maar met, zijn, met het probleem, dat hij eigenlijk weer terug wilde gaan naar criminaliteit. En ik gaf hem één tool. Ik zei hem: Je moet positief kijken naar wat er gebeurt. Ik zeg Je kan boos worden op je, op je, op je werkgever, je kan hem nu doodslaan. Maar ik zeg, denk je aan je kinderen, denk je aan je moeder, denk je aan je vader, denk je aan wat je ze aandoet. Dat ze je nu elke week moeten komen bezoeken, eten moeten brengen, je belasten met onvoorziene uitgaven. Want dat geld hadden ze niet gerekend, ze konden dat geld beter gebruiken. Dat is één. En ik zeg, jezelf doe je ook wat, omdat je, je, je kan die. Gebruik die atti ga rennen, ga naar de gym, ga iets doen, doe iets anders met je tijd. Of zeg je chef vandaag. Lukt het me niet, ik ben mentaal niet mezelf. Ik maak een off Maar je kan niet een plank gaan pakken en die man gaan doodslaan. Dat gaat niet werken. Snap je? Dus ik, ik heb hem een tool gegeven en ik zei toen tegen hem: Focus op het goede. Denk aan je kind. En hij dat gebruiken en een aantal dagen daarna belde hem en en zei: Mijn boy, het heeft geholpen. Weet je? En omdat ik weet hoe hij zich voelt, omdat ik weet wat hij heeft meegemaakt, ik weet van waar hij komt, kon ik hem de juiste tool geven om een stap vooruit te maken. En dat is wat ik vaak doe als ik met mensen praat die ook hetzelfde hebben meegemaakt, die terug willen gaan. Um, het begint bij jezelf. Maar vaak, vaak genoeg heb je niet de juiste persoon om je te helpen om je te zeggen wat je moet doen. Vaak zegt men, het komt goed. Het werd me ook vaak gezegd, het komt goed, je komt eroverheen. De tijd hield wel, de tijd hield niet. Jij moet jezelf helen. En wat ik al eerder had aangegeven, het begint van binnenuit. Als je niet willing bent om te veranderen, gaat het niet werken. Als je niet wilt, als je niet wilt struggelen, gaat het niet werken. Want ik, ik kreeg een 20 s van mijn moeder. Maar men wil vaak fast money, toch? Dan gaan ze weer roepen, want dan hebben ze 10.000 SD één dag om, ja, om te gaan verspillen, om andere dingen mee te doen. Maar als je struggelt, als je struggelt en je gaat budgetteren en je weet van als ik vandaag dit koop, kan ik misschien over volgende maand kan ik dat kopen. En als je ziet je progressie. Ik ben begonnen met gewoon simpel gezegd met een matras op de grond. Zo so ben ik begonnen. Ik sliep op de grond en aan en het ene komt er een bed van het andere. Dan koop je een, een koelkast, weet je. Van mijn brooddagen werd er een, een, een microwave gekocht. Er werd toen een gasfornuis gekocht. Zo begon ik mezelf op te bouwen. En toen zag ik voldoening in waar mijn geld naartoe ging. En ik zei van, hey, ik, ik, ik betaal mijn vaste lasten. Ik koop wat ik nodig heb. En met het klein budget dat ik over had, ging ik dan kijken wat ik, hoe ik uit zou komen aan het eind van de maand en zo heb ik mezelf ben ik gaan struggelen maar men men niet de meeste mensen willen niet struggelen ze willen divers money maken en um, het begint gewoon alleen bij jezelf je moet willen veranderen je moet aan jezelf willen werken want het is iets wat vaak men niet wil doen dingen moeten minder een taboe worden in onze samenleving er moet meer over gesproken worden er moeten meer instanties komen voor mensen die mensen kan opvangen als ze zijn Vrij gekomen. Wat, wat kunnen we daarna doen voor zulke mensen? Want niet ieder, gewoon een simpel voorbeeld. Je komt vrij, je gaat bij mama wonen. Maar je moet volgens mama's regels nu gaan leren leven. Maar je bent gewend een vrij type te zijn. Je, je wilt je auto rijden, je wilt tanken, je wilt voor alles doen. Waar komt dat geld? Hoe kom je aan dat geld? En men wil niet, men wilt niet um, hard gaan werken om aan dat geld te komen. We willen snel aan dat geld komen. En we zouden dat, die awareness in ze moeten brengen om te doen wat ze moeten doen. Gewoon werken, gaan werken voor dat geld. Um, stelen, het is niet goed, maar het heeft consequenties. En als je eenmaal komt vast te zitten, zet je jezelf nog dieper in de put, want je weet niet. Wat de gevolgen voor je zullen zijn daarna. Je hebt natuurlijk mensen die je zullen helpen, maar je hebt heel veel mensen die je de grond in zullen drukken. Men onthoudt eerder wat je verkeerd hebt gedaan dan de goede dingen die je in het leven doet voor anderen. En ik heb het ook gehad. Ik, heb, ik was zo lief voor zoveel mensen. Ik was geliefd bij je, iedereen. Toen het uiteindelijk op staan kwam, moest je allemaal dat komen, lezen. dat er allemaal over me gesproken werd. Dus ja, ik, ik zou altijd aan zulke mensen willen zeggen. Probeer altijd aan jezelf te werken. Alleen op zo'n manier kan je jezelf mentaal, geestelijk, spiritueel op een ander niveau brengen. Ik heb zelfs meegemaakt dat de maatschappij me voor een tweede keer wilde straffen. En het is, het is een. Een, 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 kan ik een zwaar moment geweest, omdat je steeds weer wordt gejudged. Wordt, steeds wordt er een, 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 een etiket op je voorhoofd geplakt: wie je bent, van waar je komt. Maar men geeft niet eens door waar je naartoe wilt gaan. En ik kan me nog heugen: mijn, mijn huidige directeur heeft me dit ook aangegeven. Ze zegt: de wereld is eenmaal zo ingesteld. Het buitenland is men weer anders. Maar Suriname leven we in een soort taboe dat we mensen geen tweede kans kunnen geven. Maar je kan geen tweede kans krijgen als je jezelf niet bewijst. En ik snap aan de ene kant wel waarom men bang is om zulke mensen in dienst te nemen. Omdat vaak genoeg verpest de ene voor de ander. Maar er zijn toch nog mensen die, die willing zijn om te veranderen. Die het beste van zichzelf willen maken. Ik zou de maatschappij willen vragen om. Iedereen verdient een goede kans. Het maakt niet uit wat degene heeft gedaan, omdat mensen in het, het volksmond me maken af jou. Als het niet voor je deur komt te staan, ga je niet weten hoe je ermee moet omgaan, dat snap ik. Maar we moeten proberen om. Be kind to one another, omdat er ieder probeert om zijn leven op een, een of andere manier weer te brengen op een niveau om weer te gaan zettelen, rustig te gaan leven. En ik heb zelfs ervaren dat het niet een, hoe zal ik het zeggen, um, makkelijk is om jezelf te bewijzen aan mensen maar dat moet je niet aan mensen doen, voor mensen doen, maar voor jezelf. Als je het voor jezelf hebt gedaan, dan gaat men zien aan je houding, je gedrag, je manier van praten, je manier van denken. Veel mensen wisten dat ooit dat ik vast heb gezeten, dus ze wisten het niet. Pas als ik erover praat, dan gaan ze zeggen van, serieus? Echt? Ik geloof het niet. Maar om te zien, omdat ik al mentaal op een bepaald niveau ben gekomen, dat ik, ik, ma, ik maak me niet meer druk wat je van me denkt omdat ik weet wie ik ben, ik weet waar ik naartoe ga. En je wordt ervoor beloond, vroeg of laat. Echt, je wordt ervoor beloond. En ik ben mijn directeur immens dankbaar dat ze me die kans heeft gegeven om mezelf te bewijzen. En dat ik hard kan werken en aan mijn geld kan komen aan een van de mensen. En ik zeggen: Ik heb money. <laughs> je weet? En ik kan voor mijn gezin zorgen, ik kan voor mezelf zorgen. En. De maatschappij is, moet, nog, moet nog inkomen, maar het, het begint bij één. Het begint echt bij één. En zo kunnen we eigenlijk de wereld tot een betere plek maken. Ik ben Adeo Data This is my life experience and also my purpose. Um, ik ben 30 jaartjes jong. Uh, ik heb een kind van twee jaar. Prachtige dochter. En ik ben blij dat ik um, voor haar een voorbeeld mag zijn hoe het niet moet en hoe ik er kan opvoeden en in dit geval ook kan leren hoe de maatschappij in elkaar zit, hoe mensen denken en dat ze dan ook dat ik er ook kan voorbereiden op een maatschappij waarvan ze weet dat ze ready daarvoor is wat ze kan verwachten, de ups en de downs.